kijken. Waar gaan wij vanavond naartoe, Piet? Wij gaan naar Sesamstraat, Sinterklaas. Aha, Sesamstraat. Ja, dat is leuk. En staat alles klaar? Ja, zeker, Sinterklaas. Alles staat klaar, hoor. Cadeautjes, paard, pepernoten, chocolade... Vergeten. Wat? Heb jij geen chocoladeletters? Ja, wel, Sinterklaas. Ja, nou, nee, eigenlijk niet. Nou ja, hoewel, dat zit eigenlijk zo. Ik heb ze wel besteld, hoor, Sinterklaas. Ja, in de winkel van Sien. Ze zou ze apart leggen. Nou, dan zou ik ze gauw even gaan halen, hè. Oh, ja, maar natuurlijk, Sinterklaas. Ook chocoladeletters halen. Nou, dat ben ik toevallig heel erg goed in, Sinterklaas. Ja, chocoladeletters halen. En... Ah, lekker. Sesamstraat. Zien? Mijn tijd. Zien? Hey, Donnie, precies 25 gulden. Alsjeblieft, Zien. Dankjewel, zo. Jammer zeg, ik had nog wel centjes terug willen krijgen. Nee, je krijgt wel eens terug. Het was precies 25 gulden. Volgende keer mag ik betalen. Mag ik de volgende keer betalen? Volgende keer mag jij het doen. Donnie, kom nou. Ja, dag Zien. Dag, joe. Nee, maar denk je dat je dat kan dan? Ja, tuurlijk kan ik betalen. Ja, nou, maar niet zo mooi. Ja, ja, dan maar uit je portemonnee, hoor. Lijstje van de Sint. De T van Tommy. De... Ja, de G van Gerl. H van Kim. Ja, kom. Even kijken, hoor. De... Van Pino. Ja. De... Ah, van Aard. De If van Imini. De van Paula, ja, klopt. Ja, touw. Ja, touw. Van Lijm. Lijm. En veren. 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 Zien. Zien, heb jij soms veren? Veren. Ja hoor, het momentje, ik geef ze zo. Wacht, die liggen hier ergens. Paula, wat moet je nou met vieren? Rick, ik ben van plan voor iedereen in Sesamstraat pietenmutsen te maken. Oh? Dan kunnen we die vanavond opzetten als Sinterklaas langskomt. Nou, wat leuk. Ja. Ik heb altijd al een pietenmuts willen hebben. Zo, Paula, genoeg zo, alsjeblieft. Ja, dankjewel hoor. Dag. Dag. Hey, Gerda. Ben je aan het boodschappen halen in je eigen winkel? Ja, ja. Maar ja, nou. Laten we daar maar niet over hebben. Oh. Wat kom jij allemaal kopen? Eieren, suiker, meel? Ga je pannenkoeken bakken? Oh, dat had je gedacht. Nee. Ik ga een cake bakken. Een Sinterklaascake. Oh, en dat doe ik samen met Lex en Hakim. Oh, leuk. Ja, lekker, hè? Mag ik eventjes wat vragen? Ja, Aard, wat zoek je? 20 chocoladerepen, 250 gram extra bitter. 20 chocoladerepen, hoezo? Oh, zo, mag dat soms niet dan? Ja, natuurlijk mag dat, alleen ik heb ze niet. Een supermarkt die geen chocoladerepen verkoopt, dat krijgen we nou? Tja. Dan neem ik deze maar. Hey, oh, nee, Aard, dat kan niet. Dat, Waarvoor niet? Nee, dat is een hele speciale bestelling. Speciale bestelling? Ja, wat is nou een speciale bestelling? Nou, dat zeg ik niet. Dat soort onzin wens ik niet aan mee te doen, hoor. Ja, nee, Aard. Ja. Luister nou toch eens, dat kan toch helemaal niet? Waarvoor niet? Deze bestelling is voor een... Ja? Voor een heel, heel belangrijk iemand, weet je? Heel belangrijk iemand? Ik kan je zomaar niet meenemen. Nee, ik ken geen belangrijker iemand dan meneer Aard in Sesamstraat, hè? Ja, zo, Aard, dat is dus 20 nou repen, als ik het goed geteld heb. A, 2 gulden 60. Dat maakt dus bij elkaar 52 gulden 50. Minus de decemberkorting. Dat wordt dus een bedrag van 50 gulden. Ik zou zeggen, Sien, laat maar zitten. Dankjewel, Sien. Dag, Sien. Dag. Nee. Aard! Aard, dat kan helemaal niet. Aard! Aard, kom nou terug. Aard, doe dat nou niet, Aard. Maar waar ben je nou? Aard, alsjeblieft. Dag, Piet. Dag, goedemorgen, Sien. Ik kom de letters halen. De letters.
Ja, de chocoladeletters voor Sinterklaas. Ja, dat begrijp ik. Die letters, maar er is iets misgegaan met die letters. Die heb ik niet meer. Wat zeg je nou, Zin? Die heb je niet meer? Nee. Maar ik heb ze bij je besteld. Ja, en ik had ze ook, maar ik ben ze weer kwijtgeraakt. Maar je bent ze kwijtgeraakt, zie maar. Ja. Hoe dan? Ja, zomaar ineens. Oeps. Ja, maar oeps, daar zal Sinterklaas niet zo blij mee zijn. Ja, dat begrijp ik. Maar ja, het is ook dom natuurlijk van me, hè? Maar... Ja, wat nu? Wat nu? Ik weet het niet, Piet. Ja, ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Dit is heel erg, Zin. Ja. Dit is erg. Oh, ja, oh dit is erg. Aard. 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 Ja? Hé, Aard. Ja? Wat deed jij daar? Ja. Ik controleerde eventjes de heg op hondenpoep, maar er is niks, hoor. Helemaal niks. Aard, ja? Wat zit je nou toch raar te doen met die tas de hele tijd? Ja, en wat zit er eigenlijk in? In die tas? Ja. Nee, niks. In ieder geval helemaal niks wat met Sinterklaas te maken heeft. Hey, en wat doe jij zenuwachtig, zeg? Ben jij ergens bang voor? Ik? Bang? Waarvoor zou ik nog bang moeten zijn, zeg? Oh, voor Sinterklaas bijvoorbeeld. Sinterklaas, laat mij toch niet lachen, zeg. Ik ga als een eerzaam burger door Sesamstraat. Er is helemaal niets waar ik voor hoef te vrezen. Die aard. Wat heb ik gedaan? Als Sinterklaas erachter komt dat ik alle chocolade heb opgekocht. Ik moet wat doen. Ik moet terugbrengen. Nee, terugbrengen, dat kan niet, dat is te laat. Ik moet het verstoppen. Waar? Ja, boven. Onder mijn bed. Daar krijg ik niemand. Mijn bed. Wel. Nee, niet onder mijn bed. Hier. Achter de bank. Ja, zo. Wel, Sinterklaas komt er altijd achter. Hè? Ik ben de klos. Nee. Ik ga een brief schrijven. Ja. En daar schrijf ik op. geachte Sinterklaas. Het spijt mij u te moeten zeggen... Maar het lijkt mij beter dat u dit jaar niet naar Sesamstraat komt. Dit omdat de kinderen bang zijn. Zowel voor u als voor Zwarte Piet. Ik hoop dat u het niet al te erg vindt. Het schijnt vaker voor te komen, vooral bij kinderen. Vriendelijke groeten, meneer Aard. PS, natuurlijk willen wij wel cadeautjes hebben. Doet u mij maar 10 chocoladerepen van 250 gram extra bitter. Vreemd briefje. Sinterklaas, het is heel erg, maar we moeten dit jaar zonder chocoladeletters doen. Ja, ik ben stad en land ben ik afgereisd. Winkel in, winkel uit, maar nergens zijn nog chocoladeletters te krijgen. Maar je zou ze toch halen bij Sien? Die had ze apart gelegd, toch? Ja, maar ze is ze kwijtgeraakt, Sinterklaas, zegt ze, Sien. Wat slordig van Sien, dat had ik niet van haar verwacht. Ja, Nee, ik ook niet, Sinterklaas. Maar zal ik even beneden in het ruim gaan kijken? Misschien liggen daar nog wat chocoladeletters van vorig jaar. Nee, Piet, nee. Ik heb geloof ik wat anders voor jou te doen. Oh ja, Sinterklaas? Piet, kun jij cadeautjes uitdelen in Sesamstraat? Cadeautjes uitdelen? Oh ja, cadeautjes uitdelen. Daar ben ik toevallig heel erg goed in, Sinterklaas, ja. Maar Piet, kun jij cadeautjes uitdelen in Sesamstraat... zonder dat iemand jou ziet. Nou, Sinterklaas, ik werk heel handig, snel en onzichtbaar. Mooi. En zorg er dan vooral voor dat je de buurt blijft van de kinderen... want de kinderen schijnen erg bang te zijn. Ja, en niet alleen voor Zwarte Pieten, maar zelfs voor mij. Nou, hoezo, Sinterklaas, zijn de kinderen bang? Waarom dan? Ja, dat weet ik ook niet, maar dat staat hier in die brief van meneer Aard. Oh, ja, nou... Vreemd, hè, Sinterklaas? Vreemd. Nou, weet je wat, Sinterklaas? Als ik dan kinderen tegenkom, nou, dan duik ik even uit. Tjoepie, dan duik ik gewoon even weg. Oh, even wegduiken. Daar ben ik toevallig heel erg goed in, hoor, Sinterklaas. Ja. Zo, deze is goed. Deze, nou, die zit ook goed. Zeg,
Hoe staat hij? Nee. Zo is hij leuk. Ja? Oké. Okay. Ja. Nou, hoeveel moeten we er nog? Even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En deze voor Pino. En deze voor Pino. Okay. Dan zijn we klaar. Klaar. Goed, dan ga ik gauw. Ik moet nog een gedichtje maken. Ja, oké. Okay. Hey, tot straks, hè. Nee, Frank. De veren. De veren, de vraag ook. De veren. Even snel de veren. Ja. Waar zijn de veren dan? Ja, die moeten hier ergens zijn. Ja, waar dan? Ja, ik weet het niet. Laten we zoeken, kom aan. Dan moeten we nou heel Sesamstraat door gaan zoeken. Ja, zeg. Een heel groot cadeau voor Paula en een heel klein maar fijn cadeautje voor Frank. Zo. Ah, dat ziet er goed uit hier. Wauw, wauw, daar is Piet. Hey, Piet, 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 Piet. Oh, Piet, ga nou niet weg. Hey, waarom loopt hij nou weg? Oh. Hij ging die kant op. Oh ja. Kom op. Erachteraan. Ja. Ja, heel slim van je, Paula, om ze in je boodschappentas te doen en die boodschappentas ergens neer te zetten. Ja, ik weet het, Frankie, ik weet het. Maar oké, we hebben ze terug, ja? Als we nou zoeken. Wat is dat? Wat is dat? Voor Paula. Van Sinterklaas. Oh. Hé. Hey. Is dit voor mij? Frank van Sinterklaas. Nou. Zal ik hem even openmaken? Nee, niet doen. Niet doen, Frank. Daar hebben we pakjesavond voor. Maar ik had toch eigenlijk liever mijn cadeautje persoonlijk van Sinterklaas gekregen. Ja, ik snap hier ook niks van die organisatie van Sinterklaas. Hij komt toch vanavond? Waarom neemt hij dan niet zijn pakjes mee? Jongens, let op. Oeh, mooi. Ha, ja, daar is hij, daar is hij. Oh, dat wordt de lekkerste cake die ooit gemaakt is. Zet hier. Ja, hier. Ja. Zo. Ah, zo. Hoe, pas op, hé. Kijk eens, dan moeten we hem nog eens versieren. Dit wordt de mooiste Sinterklaas cake die er ooit gemaakt is. Oh. Zo. Kijk, hier is wat. Hier ook. Hier is wat. Hier is wat. Daar ook. Ja. Hier zo. Hakim. Weet je het ook niet? Nee, ik snap er niks van zelfs. Nee, maar toch begrijp ik het nog niet helemaal, hè? Waarom liep Zwarte Piet nou weg? Ja, misschien had hij haast. Dat kan. Ja. Want hij heeft het natuurlijk wel hartstikke druk. Ja. Hey, hallo. Hebben jullie Zwarte Piet gezien? Oh, nee. Zwarte Piet hebben we niet gezien, nee. Pino. Kijk, Lex, kun jij hier niet wat slagroom bij doen? Ja? Doe ik hier wat? Ik heb geen slagroom meer. Oh, dan moet je halen. Oké. Okay. Oh, we moeten ook twee hazelnootjes hebben voor de ogen, denk ik. Oh ja. Oh, die halen we dan wel. Even kijken. Oh, ik denk dat ik ook de zilvernootjes moet halen. Ga jij? Ja. Dat kan niet lekker. Gerda. Wow. Tommy. Kijk, wat is het? Piet. Boei, hè? Hè? Nou ja, nou loopt hij ook weer weg. Boei, het lijkt wel of die bang voor ons is. Ja, nou, je moet ook niet zo schreeuwen, Tommy. Daar schrikt hij van. Oh, nou goed, als we hem nog een keer zien, dan blijf ik heel stil. Ja, oké. Ja, lijkt me het beste. Ja. En hier zijn de hazelnootjes. Hakim, even, ik heb de zilverpilletjes hier. Ja, hier, tot de slagroom dan. Hakim, nou. Moet je dat eens zien? Hey. Cadeautjes. Wat, cadeautjes? Hoe kan dat nou? Is dat wat voor mij ook, hè? Is voor mij. Hakim, ja. Ja, maar Lex! Wat is die kleine Gerda? Twee palen. Nee, het is toch niet leuk? Kijk, als je naar hier hangt, dan zie je hem ook tegelijk. Nee, maar dat kan niet, joh. Dat is zink. Daar kan je niet zomaar een spijkertje in. Hé, joh!
Oh, ja. Kijk toch eens uit wat je doet. Wat is dit nou toch weer? Nou, dit is een stoomboot, dat lijkt me nogal duidelijk, ja? Wat moet dat ding hier voor mijn deur? Ja, dat is maar voor heel even. We proberen hem even op te hangen. Hé. Jullie zijn geloof ik een beetje krankzinnig aan het worden, hè? Wat is het nut nou om een stoomboot op te hangen? Henk, volgens mij heeft Aad helemaal gelijk. Oh, ja, inderdaad. Ja. We kunnen hem beter hier precies voor zijn deur gewoon laten staan. Ga ja, je mee, Lon? Dag, Hé, wacht jullie eens eventjes. Wat? Ik heb plotseling een heel goed idee waar hij kan hangen. Nou, wat leuk dat je ons opeens wil helpen, Aard. Ja, zo spontaan, ook helemaal uit jezelf. Ja. Nou, Aard, zet jij die tas even neer. Lot, hou nou op met dat gezever over die tas. Hang liever dat ding op. Ja, dat kan toch niet? Nee, op zijn minst hebben we een ladder nodig. Twee ladders. Eén hier, één hier. Juist. Aard? Ja? Als jij nou even hier wacht, zijn wij zo terug. Ja, en wat moet ik dan doen? Komen? Ja, even opletten dat er niemand tegen die boot aan loopt. Oh, schoon. Nee, Freek. Weet je wat ik doe? Ik heb een prachtige plek om hier mijn chocoladeletters te dumpen. Hier een krantje erover. Niemand die het ziet. Schoorsteentje erop. Zo, hapsakee, heb ik hier ook nog twee. Wat een plek. Zo, krantje erover. Hallo? Huh? U hoeft niet zo te schrikken hoor, meneer Aard. Ik kom alleen even de cadeautjes brengen. De cadeautjes? Ja. Oh, ja, nee, dat is goed. Kijk, ik heb hier de cadeautjes voor Lot, voor Rick en voor meneer Aard. Dat is ik zie het al. Ja, 20 chocoladerepen, 250 gram extra bitter. Geef maar hier. Alsjeblieft. Ja. Bedankt, Zwarte Piet. En ik zou zeggen, tot volgend jaar. Hè? Nee. Ho even. Nee. Ik heb nog drie cadeautjes bij me, hoor. Voor Inimini, Tommy en Pino. Ja, maar wat heb ik daarmee te maken? Ik wou u vragen of u dan de cadeautjes aan de kinderen wilt geven. In verband met... Je weet wel. Ik wil helemaal geen cadeau van Aard. Ik wil een cadeau van Sinterklaas. Stil nou, ik wil horen wat ze zeggen. Ja, nee, die cadeautjes, dat is in orde, hoor. Ja, ik zou zeggen, geef maar hier. En Zwarte Piet, een goede reis terug naar Spanje. Hè? Ja, ik vind het toch wel eigenlijk wel heel erg vreemd, hoor. Ja. Vreemd? Ja, dat die kinderen ineens niet meer dat ze bang zijn voor Sinterklaas, voor mij. Ja, dat is. Want het zijn toch altijd hele leuke, spontane kinderen geweest. Zeker. Ja. Behalve als het over Sinterklaas gaat. Oh ja? Ja. Ze hoeven maar zo'n klein marsepijnen Sinterklaasje te zien, of ze beginnen al te gillen. Wat? Nou, ja, zeg. Dat is toch helemaal niet waar? Stil nou. Piet, het is dus definitief zo dat Sinterklaas dit jaar niet naar Sesamstraat komt. Nee, meneer Aard. Ik bedoel, dat is zo. Ja. Dat is mooi. Mooi? Nou ja, het is natuurlijk bijzonder spijtig, hè? Maar het is beter zo. Ja. Ik vond het wel heel gek, hoor, toen Sinterklaas ineens aan mij vroeg... Of ik die cadeautjes wilde rondbrengen in Sesamstraat. Het is dat u het zelf in die brief heeft geschreven, anders had ik het niet geloofd. Maar... En toen vroeg Sinterklaas aan mij of ik dat ook heel onzichtbaar... We zijn helemaal niet bang voor Sinterklaas. Sinterklaas denkt van wel, omdat meneer Aard dat geschreven heeft. En nou blijft hij weg. Die gemene meneer Aard. Oh, ik ga naar hem toe en dan knijp ik hem heel hard in waar ik hem maar te pakken kan krijgen. Tommy, stop. We gaan iets heel anders doen. Oh ja? Wat dan? Luister, wij gaan met z'n drieën naar Sinterklaas toe... om te laten zien dat wij niet bang voor hem zijn. Want als Sinterklaas ziet dat wij niet bang zijn... dan komt hij misschien toch. Oh, dat is een goed idee, hè? Hoe komen wij helemaal bij Sinterklaas? Nou, dat is heel makkelijk. Want we gaan gewoon Zwarte Piet volgen... zonder dat hij het merkt. Spannend zeg. Dat gaan we doen. Kom op, we gaan. We gaan. Ah, Piet. Is het allemaal gelukt? Ja, Sinterklaas. Alle cadeautjes zijn bezorgd, hoor. Maar ja, wat u weet, cadeautjes bezorgen... Daar ben jij toevallig heel erg goed in, hè? Ja. En heeft niemand jou gezien? Nee, Sinterklaas natuurlijk niet. Nee. Nou, hoewel, dat is te zeggen. Ik zal u vertellen... Sinterklaas, wij zijn er. Tommy, Inie, Pino, wat doen jullie hier?
Jullie waren toch bang voor mij? Nee, helemaal niet. Wij zijn niet bang. Sinterklaas, we zijn niet bang voor gestommel op de gang. Andere mensen schrikken wanneer iets naar binnen gluurt, maar wij roepen, hoi, Sinterklaas is in de buurt. Wij zijn niet bang, Sinterklaas. Wij zijn niet bang, Sinterklaas. Nee, wij zijn niet bang, Sinterklaas. Wij zijn niet bang. De dapperste kleuter van het land. En als ik Sinterklaas zie, dan geef ik hem een hand. Sinterklaas, we zijn niet bang voor zwarte pieten op de gang. Andere mensen gillen dan en kruipen in een hoek, maar wij roepen, hoi, Sinterklaas komt op bezoek. Wij zijn niet bang, Sinterklaas. We zijn niet bang, Sinterklaas. Nee, wij zijn niet bang, Sinterklaas. Wij zijn niet bang. Ik aai het mooie witte paard en spring erop. En als ik Zwarte Piet zie, vertel ik hem een mop. Sinterklaas, we zijn niet bang, want wij kennen u al lang. Vorig jaar toen zat ik nog gewoon bij u op schoot. Zonder huilen, het liedje van de boot. Wij zijn niet bang, Sinterklaas. Wij zijn niet bang, Sinterklaas. Nee, wij zijn niet bang, Sinterklaas. Wij zijn niet bang. Oh, en jullie zijn dus helemaal niet bang. Nee, zo is dat. En wij willen dat u gewoon langskomt. Ja, ja, net zoals vorig jaar. Ja. Ja, 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 maar waarom heb ik hier dan een brief van... Ja, die brief van meneer Aart. Ja. Nou, daar klopt helemaal niets van. Nee, hoe haalt die stomme Aart het nou toch in zijn hoofd om te schrijven dat wij bang voor u zouden zijn? Ja, dat ga ik eens even... uitzoeken. Ja. Ja! Kom, kinderen. Ja. Wow. Ja. Wij gaan naar Sesamstraat. Ja. Sinterklaas komt toch naar Sesamstraat. Ja, oh, wauw. Wat goed. Hé, hey, wacht even. Ik ga met jullie mee. Daar ben ik toevallig heel erg goed in. Nou, we zo gezellig bij elkaar zitten, vinden jullie het heel erg als ik de Sinterklaascake alvast aansnij? Ziet er zo lekker uit, hè? Aard! Aard! Dit is de raarste pakjesavond die ik ooit heb meegemaakt, hè? Ja, de cadeautjes zijn er eerder dan Sinterklaas. Ja, en dan de manier waarop, zeg. Er werd niet eens geklopt op de deur. Normaal is het toch... Wij hebben ook geen Zwarte Piet gezien. Lot en ik die gingen even weg om een ladder te halen. Komen we terug, staan er opeens 6 pakjes. Ja, ja, ik vind het... Hé, hey, Aard. Ja. Heb jij dan niks gezien? Nee, dat zag ik toch. Nee. Ik denk dat ik toevallig eventjes in een hele diepe slaap ben gevallen of zo. Ja. En ik wil zo graag weten wat er in die pakjes zit. Mensen, dan maak je het toch open. Ja? Ik heb mijn cadeautje ook al lang open gemaakt. Nee, Aard, ik vind dat we moeten wachten tot de kinderen erbij zijn. Ja, maar waar zijn die kinderen dan? Oh, ze zijn verderop in de straat aan het uitkijken of de Sint er al aankomt. Hoe dan ook, ik blijf het jammer vinden dat ik mijn pakje niet persoonlijk van Sinterklaas heb gekregen. Ga nou toch eens een keertje op met dat gezemel over Sinterklaas. Wees blij met wat je hebt. Je hebt je plakje cake, je hebt je cadeautje, je hebt je Zwarte Pietenmuts. Nee. Zal ik je nog wat vertellen? Sinterklaas komt niet eens dit jaar. Wat? Nee. Zeg, hoe weet je dat zo zeker, Aard? Ja, nou, omdat ik... Omdat u mij een brief hebt geschreven, meneer Aard. Ja, en in die brief van jou stond dat de kinderen bang waren voor Sinterklaas en voor Zwarte Piet. Ja, en dat was helemaal niet zo. Nee, dat was niet zo mooi van mij, Sinterklaas. Nee, dat was het inderdaad niet. Waarom heb je die brief dan geschreven, meneer Aard? Nou, kijk, het kwam eigenlijk omdat ik nogal bang was... dat ik op mijn donder zou krijgen van u... omdat ik per ongeluk alle chocola had opgekocht. Ja, per ongeluk. Hij deed het gewoon expres. Nee. Ja, maar nee, maar hij wist natuurlijk niet dat de chocola voor Sinterklaas was. Ja, nou, één. Ja.
Maar Sien, waarom zei jij dat dan niet? Ja, Sinterklaas, ik heb het wel geprobeerd, hoor, maar... Ja, u weet, met Aard is het toch wel heel moeilijk, dus want... Sinterklaas, Aard luistert nooit. Nee. Zeker niet naar ons. Nee, mij heeft u er nooit geluisterd. Ik begin er wel iets van te begrijpen. En meneer Aard, als ik vragen mag, wat gaat u nu eigenlijk doen met al die chocoladeletters? Ja. De uitdelen. Oh. Ja. Ja. Oh, ja. Ik heb ze verstopt in Sigins komt de stoomboot, daar. En die trouwens zo buitengewoon knap gemaakt is door Rick en door Lot. Ja. Ik heb ze daarin verstopt en dan ga ik zo direct eventjes op het trappetje en dan haal ik ze eruit. Ja. Vind ik wel een buitengewoon goed idee, meneer Aert. Ja, dus ik ga het gelijk uitdelen. Ja. Zeg, meneer Aert, zal ik misschien even helpen met dat trappetje? Trappetjes helpen, daar ben ik heel goed in. Nou, geregeld. Ja. Nou, wordt er nou nog gezongen of hoe zit het? Ja, joepie! Ja, joepie. Sinterklaas, we zijn niet bang voor gestommel op de gang. Andere mensen schieten wanneer iets naar binnen vliegt, maar wij roepen, hoi, Sinterklaas is in de buurt. Wij zijn niet bang, Sinterklaas. Wij zijn niet bang, Sinterklaas. Nee, wij zijn niet bang, Sinterklaas. Wij zijn niet bang. Als ik Sinterklaas zie, dan geef ik hem een hand. Wij zijn niet bang, Sinterklaas. Wij zijn niet bang, Sinterklaas. Nee, wij zijn niet bang, Sinterklaas. Wij zijn niet bang. Ik aai het mooie witte paard en spring erop. En als ik Zwarte Piet zie, vertel ik hem een mop. Sinterklaas, wij zijn niet bang, want wij kennen u al lang. Vorig jaar toen zat ik nog gewoon bij u op schoot en zong zonder huilen het liedje van de boom. Wij zijn niet bang, Sinterklaas. Wij zijn niet bang, Sinterklaas. Nee, wij zijn niet bang, Sinterklaas. Wij zijn niet bang.